Vanaf vrijdagavond 11 september om 7 uur tot en met maandagmorgen 14 september om 6 uur zijn de Drachtsterweg en de Drachtsterbrug in Leeuwarden afgesloten voor verkeer. In het weekend wordt aan de zuidkant de huidige Drachtsterweg en aan de noordkant de Drachtsterbrug aangesloten op de verdiepte ligging. Dit zou in mei 2015 al gebeuren, maar toen werd een te hoge waterstand geconstateerd. Dit probleem is inmiddels opgelost. De aannemer pakt in het weekend ook nog een aantal andere werkzaamheden op, zoals het aanbrengen van damwanden. Fietsers kunnen tijdens het weekend wel over de Drachtsterbrug. Vanaf vrijdagavond is de huidige omleidingsroute via de Himperse Diek verleden tijd en is het nieuwe fietsviaduct, het Volsinga-viaduct, open. Het fiets-voetpad langs rotonde Zuiderburen is dan tijdelijk gestremd tot 30 oktober.